Glashelder. Ik ben Jesse en ik ben 6 jaar en wij gaan de schapen een winterjasje uit te doen. Zie je daar die ene die al kaal is? Dat is Lucette. Waarom worden ze geschoren? Weet ik eigenlijk al. Nou, vertel maar. Anders hebben ze krijgt het heel warm in de zomer. Ja, precies. Het ziet er wel mooi uit. Van onder is het wol helemaal wit. Mooi, hè? Daar is het wel schoon. Blij dat je van je wol af bent, schat? Ben je blij dat je kaal bent? Ga Henk helpen scheren. Ja! Houd hem maar beet. Ja. Zo. Het is net zoals fluweel. Maar dan anders. Ja. Waarvoor is dit eigenlijk? Ja, het ziet er een beetje uit als smurfsnot, hè? Nee, als ja, ik weet het weer. Als chocopasta. Oh, chocopasta. We doen het tussen de nagels, hè? En dan blijven die mooi schoon en droog en hard. Even kijken. Lucette moet eerst nog even geknipt. Wacht nog even. 1 seconde. Want Lucette heeft een beetje een randje aan de pootjes. Dus dat halen we er even af. Ze hebben wel mooie nagels, de schaapjes. Zo, smeer het er maar tussen. Heel goed gedaan. Ja, smeer het er maar tussen. Zijn de nagels heel hard? Ja, de nagels zijn heel hard. Meer vocht. Ja. Doe maar, smeer er maar tussen. Daarom doen we dit. Dan houden we alles mooi gezond bij het schaap. Dan kan ze weer gewoon gaan lopen. Dan kan ze weer lekker in de kudde. Jesse, kijk eens. Kijk maar in het zwembad. Hoe groot is dat wel niet? Hoe groot is dat wel niet? Van jouw schaap komt hier. Reuzenschaap, dat is van Kriebel. Gooi er maar in. Mooie. Gooi hem maar in het bad. Kijk. Wil jij Lucette's vacht meenemen? Ja. Dan gaan we die mooi inpakken. Doe maar, loop maar die kant op. Daar gaan we hem neerleggen, toch? Hier gaan we kleed. Op het tuttenkleed leggen. Want het is een heel... Hoe oud is Lucette, het oudste schaap? Niet het alleroudste schaap, maar ze is wel oud al. Wat is het oudste schaap dan? Oudste schaap is 15, dat is tante. En Lucette die is denk ik al wel een jaar of 10. Zo, we gaan Lucette's vacht gaan we heel mooi inpakken. Oké, okay, met zodat wat? We hem goed kunnen bewaren en dan een keertje mee kunnen filten. Filten was... Kom je mij helpen aan deze kant? Wat is filten eigenlijk? Dan maken we een heel mooi kleed van de vacht van de schaap. Doen we hem dicht? Ja, tot het midden. Tot het midden. Nu het kleed gewoon vastpakken. Ja, precies. Kijk, dan krijg je een rolletje. Nou wordt het een rolletje. Rol jij hem op? Ja. Zo strak. Ja, ik heb hem. Ja. Goed zo. Nou, dan doen we er een kaartje aan. Kan jij een strik? Nee. En kan je een knoop? Ja, dat kan ik er wel. Maak jij een knoop? Ik kan hele bijzondere kopen. Doe maar een leuke, bijzondere knoop. Zo. Dan doe ik die daar omheen. En dan... Trekken? Trek. Ha, dit is een fantastische knoop. Precies goed. Dan maak ik hem hier vast. Ja, maar deze moet er nog aan. Hier staat Lucette er naam op. Dus Lucette staat erop. Ja. Dan doen we er een knoopje aan. En als ik dan alle vachten in de kast heb liggen, dan weet ik precies welke vacht van wie is. Oh. Ha, liggen we eindelijk samen in het wol. Wat? Wacht, stok eventjes. Zo. Hé, hey, mijn hand zit onder het wol, gek. Ja. Ja, dat is niet zo gek als je hand onder het wol zit in het wolbad. Gekke Gerrit. Ben jij ook een beetje moe? Ja. We hebben ook een berg wol geschoren. Ja. En ik had 1 speciaal plukje. Kijk, wat mooie. Waar vond je dat? Dat is van de staart. De staart van Lucette.
Mooi bruin. Ja, die doen we eraan. Van Lucette. Want nou ben je een soort van schaapkapper. Tada! Kijk eens hoe mooi je stok aan het worden is. Ja.